Nou, zeg maar goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Hé, dan moet je wel hier blijven. Het is vandaag. Welke dag is vandaag? Het is maandagochtend. Tijd voor een nieuwe weekvlog. Wij hebben er weer heel veel zin in. Het is iets minder weer, zoals je ziet. Enige dag, dus daar gaan we maar van genieten. Dus alle vrouwen gaan lekker shoppen, dus daar heb ik super veel zin in. Ik denk dat we naar Barcelona gaan en ik denk dat Luna lekker gaat zwemmen, want voor haar maakt het toch niet zo uit wat voor weer het is. Het is ook echt niet koud, maar het zonnetje schijnt gewoon niet. Dus nou ja, als dat de enige dag deze week is, dachten wij van nou, we gaan beter gaan shoppen. Ik ben super benieuwd wat jullie van mijn vorige week vlog vonden. Ja, laat even een reactie achter, ik ben super benieuwd. Mocht je hem nog niet gezien hebben, ik zal hem hier even linken. En het is weer tijd voor een nieuwe week. Probeer maar. Wil je me helpen? Tuurlijk wil ik jou helpen, schat. Kom je mij verstaan met mijn benen? Dan moet je helemaal achteraan mijn benen. Ja, dat is goed. Zie je? Mondje dicht, mondje dicht. En dan in het water kijken. Goed zo. Hey. Ik kom dan. Ja. Waar is papa nou? Die was lang hoor. Goed zo. We zijn op weg naar Cambach, een super lekker restaurantje. Het is in een heel pittoresk Spaans dorpje. Wat ook wel heel leuk is, is dat ze hun eigen wijnen brouwen. Zeg ik dat goed? Nee, hè? Ze maken hun eigen wijn en ze hebben een eigen wijngaard. En bij het restaurant verkopen ze de wijn. Maar kan je ook proeven. Er staan alle vaten met wijn. Nou, dat is. Dus wij hebben er heel veel zin in. Dus we nemen ook straks lekker een flesje wijn mee naar huis. Luna, heb jij er ook zin in? Wat gaan we doen?
Een speeltuin, ja, ze hebben daar ook een speeltuin. En we gaan lekker eten en Noe ligt lekker. We zijn op weg naar het strand en naast mij is Daniel, dat is een, ja, hoe zeg je dat, hè? Een jeugdvriend van vroeger, mee opgegroeid, samen in de box gezeten. En die logeert in ons huisje, samen met zijn vriendin Evelien, die loopt daar, samen met Koen. En wij zijn op weg naar het strand en daar gaan we Melvin en Meerke zien met hun kindjes. En nou ja, nog eigenlijk een aantal vrienden. Over anderhalve week hebben we met hun samen een huisje gehuurd. Dus gaan we met hun straks gaan we dus met Melvin en Meerke, de vrienden die je zo gaat zien, en hun kindjes in één huis. Dus hebben we ook weer een soort, ja, bungalow gehuurd met zwembad, lekker met kindjes. Dan weten jullie in ieder geval even wie iedereen is, voordat je denkt wie zijn nou al die vrienden. Want het is straks een hele grote groep, maar dat vinden wij alleen maar gezellig. Dus, de batterij is bijna op, dat is jammer. Ja, leuk hè! Goedemorgen, het is vrijdagochtend en ik ben aangekomen in La Rocca Village. En als ik hem zo even draai, kan je het zien. Echt super gaaf. Het is een, ja, het is een soort outlet center en er zitten echt allemaal hele toffe merken. Dus we gaan lekker een ochtendje shoppen met het groepje wat daar staat. Alle kindjes zijn bij de opa's en oma's, dus wij hebben lekker de tijd om, om te shoppen. Heel veel vragen hoe het huisje er verder uitzag, dus ik ga het even jullie laten zien, jongens. Kijk, dit is het hek met de opgalaan, die is echt super stil, dus ik durf zelf de auto niet naar boven te rijden. Lekker palmboompjes in de voortuin. En dit is dan het huisje wat we deze week gehuurd hebben. En volgende week en over 2 weken gaan we dan naar een ander huisje, ook met vrienden van ons. Wat vind je leuk? In de? In de. Waarin wil je rijden dan? Naar de vakantie. Naar de vakantie rijden? Auto. Oké. En in de jeep dan? Ja. In de jeep. Met wie? Met Eveline en opa en mama en ik. Eveline, opa. Mama, Luna. En Noe? Noe? Oh, dat is lief. Mag Noe ook mee in de jeep? Ja. Ah, schatje toch? Dat is lief. En waar gaan we dan naartoe rijden? Naar vakantie! Naar vakantie!
We zitten inmiddels in ons favoriete restaurant. Noe heeft net een fles gehad. En ons mevrouwtje is zo'n zweetbolletje. Zweetbolletje. Zweetbolletje ben jij? Dat als ze de fles heeft gehad, als ze het zo warm heeft, dan krijgt ze een zweetbolletje. Zweetbolletje. Wat gaan wij doen? Boodschappen. We gaan boodschappen doen met de... Met de? Met de welke auto gaan we? In de jeep. In de jeep. Nou, kom. Dan ga ik... Hé, hey, wie is daar? Luna. Luna! Here I am, how do you do? Lunetje, wat ben je aan het eten? Oh, lekker zeg. Salut. Lekker zo drinken. Jij deze? Proost, Luna. Proost. Dat is leuk, hè? Hij is had je al besteld, hè? Yes. Luna, heb je een ijsko uitgekozen? Ja. Een beetje moe, schat. Moet je ook die uit? Wat zijn er veel? Wow, Luna! Eentje toch maar. Dat zijn er veel. Hey, zijn dat er twee? Drie ijsjes? Luna, nog veel te veel. Eentje is toch genoeg? Goedemorgen, het is zondagochtend. Wij zijn gisteravond lekker uit eten geweest. En de kindjes hadden het echt super goed gedaan, maar het was wel een beetje laat geworden. En het is dus nu 9 uur en Noe ligt gewoon nog te slapen. Dus er is echt een wonder gebeurd. Luna was wel om 7 uur wakker, dus wij hebben lekker even op bed gechilled. En we hebben even bedacht wat we gaan doen, want... Het hangt een beetje troep als je het een beetje kan zien buiten. Het is dus niet zo lekker weer. Dus we hadden eigenlijk bedacht dat we even gingen shoppen again. Ik had een superleuk servies gezien. Dus dat wilde ik eigenlijk even gaan kopen. Maar nou blijken de winkels hier dicht te zijn op zondags. Zelfs in Barcelona, jongens. In deze wereldstad. Dus ja, nou moeten we even gaan kijken wat we vandaag gaan doen. Oké, het is een half uur later. En nou hoor ik een beetje voor het eerst. Hey Boef, goeiemorgen schat. Heb jij lekker geslapen, Noeitje? Hey, hallo. Heb je lekker geslapen? Ben je weer mooi aangekleed, Noeitje? Hey, kleine Boef. Kleine Boef ben jij, hè? Oh jee, nu gaan we weer op de buik. Doe je voorzichtig. Noe zou knuffelen. Jij mag met Noe zo knuffelen. Lunetje, waar gaan we naartoe? De golven. Gaan we golven? Met papa en mama. Met papa en mama, hè? Gezellig. Nou, wij zijn dus uiteindelijk op weg naar de midgetgolf aan. Luna wilde gaan golven, dus dat gaan we nu doen. Noe ligt lekker te slapen, super fijn. Opa en oma wilden even oppassen. Dus we hebben lekker even een ochtendje met Luna alleen. Vindt ze zelf ook wel lekker om af en toe ja, met alleen met papa en mama te zijn. Dus we gaan even lekker verwennen.
Wat ga je doen? Met echt waar? Wow. Goed zo. Nog een keertje. Goed zo, sla er maar tegenaan, schat. Ja! Wow! Oeh, bijna het gaatje. Doe er maar in. Hey. Nou, leg maar neer, gaat papa het ook proberen. Komt ie, hè? Kan papa het goed, Luna? Kijk eens! Mama? Oh jee, opschepper. Ik zal even de score opschrijven, want Tessa wil natuurlijk niet noteren, maar ik had een hole in one. En daar gaat Tessje. Nou, niet slecht, toch, Luna? Zeker, goed geprobeerd, schat. Ik ben geen golfer. Ah, ja. Dit vind je mooi, hè? Ah. Ik heb geen geluk in het spellen. Ah, wel in liefde. Ik ga nu even helpen. Nou. Ga jij helpen? Ja. Oké. Okay. Wow. Hey! Hey, 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 hey. Goed zo. En doen we met 1, 2, 3. Wow! Kijk eens hoe goed! Waar is de bal nou, Luna? Oh ja! Hey! Ja, ja, niet geheel verrassend. Wie heeft er gewonnen? Very close call. Nou moet je even eerlijk zeggen dat ik al echt heel goed was. Want ja, jij je hebt natuurlijk heel een golfachtergrond, dat weet niemand, maar Koen golft heel veel. Heel goed. En Tessa nooit. Heel goed. Goed je best gedaan. Ik wil geen baas doen. Maar dit was de echte eindbaas. Wie heeft er gewonnen, Luna? Ja. Jij, hè? Handje. Zo of even? Nee, een stukje snijden. Hey Luna, wat heb jij? Heb jij een frikandel in Spanje? Lekker! Wat heb jij voor moois uitgekozen, Luna? Oh ja, je moet er even uit. Welke? Spiep, schuif maar uit. Oh! Wow, mooi! Deze centjes moet jij aan mijn meneer geven, loop maar. What? One moment. Ah. Normally you have a product span inside. Yes, this. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Gracias. Proost, jongens. Of dat je kip wil.
Hey jongens, het is zondagavond, dus tijd om een vlog af te sluiten. Ik wil iedereen super bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop dat je een comment achterlaat, want daar kan ik gewoon nog heel veel van leren. En als je wil abonneren op mijn kanaal, zou ik dat super tof vinden. En willen jullie de vlog van vorige week nog bekijken, dan zal ik hem even linken. Ik sluit hem hier af een beetje in de regen. Het miezert nog een beetje. En ik hoop dat we morgen weer lekker weer hebben. Bye! Kijk. Vakantie, 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 vakantie. Hoi, 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 hoi. Op de matras gesprongen? Ja. Met de duikbril op? Nee. Dat is gek, hè?